Ik ben freelance illustrator en stripmaker. Ik werk voor een paar striptijdschriften. De Inkpot, De Lijn, De Zon en 5300. Af en toe doe ik ook wat concreter ontwerpwerk, huisstijlen, flyers ontwerpen, geboortekaartjes, gewoon dat soort dingen. Dus ik hou mezelf wel bezig. Het script schrijf ik altijd uit. Mijn verhalen ontstaan ook in eerste instantie uit tekst. Dus ik maak aantekeningen als ik een idee heb in een opschrijfboekje. Dat werk ik uit, dan schrijf ik de dialogen. Vervolgens heb ik mezelf aangeleerd om hele basale schetsen te maken van hoe de pagina eruit komt te zien. Heel erg schabloonmatig eigenlijk. Daarna doe ik meestal het ontwerp van het personage. En vervolgens begin ik met schetsen van de eerste pagina. Die ga ik daarna inkten. En dan de volgende pagina. In de eerste plaats wil ik verhalen vertellen. Dat heb ik altijd al gewild. Echt vanaf dat ik kon praten en een potlood vast kon houden, tekende ik over mijn boeken heen. En was ik, ook voordat ik kon praten in feite, vertelde ik in een brabbeltaal mijn ouders eindeloze verhalen. Een tekening is zo ongelooflijk direct. Ik kom meteen binnen, het is meteen duidelijk. En dat spreekt me heel erg aan. Ik ben erg resultaatgericht. Ik wil vooral heel erg veel uitproberen. En ik wil niet vastroesten in één en dezelfde stijl. Ik vind het wel leuk om te zien dat elke strip die ik tot nu toe heb gemaakt eigenlijk heel erg anders is dan de rest. Nou, we hebben hier een album van Storm van Don Lawrence. Het is een van de eerste volwassen strips die ik las. Waarin veel naakt zit, veel geweld. Ontzettend spannend. Een heel andere stijl. Dus die heeft me eigenlijk ook heel erg op een nieuw stripspoor gebracht. De bekende Amerikaanse striptekenaar Robert Crumb. Is een, wat je noemt een prolific artist. Dus iemand die ongelooflijk veel maakt. Een hele herkenbare stijl heeft. Het is niet per se mijn stijl. Maar het was wel voor het eerst dat ik dacht, oké, toen ik dit zag en begon als striptekenaar, zo kan het ook. Nou, hier hebben we een boekje van Mike Diana, de martelaar onder de striptekenaars, die veroordeeld is vanwege wat hij gemaakt heeft. Het is ontzettend, wat de Amerikanen zeggen, graphic werk. En vanaf het moment dat ik dit gezien had, wist ik dat ik niet bang hoefde te zijn voor mijn eigen ranzige gedachten, want dat het allemaal nog veel erger kan. Dus in die zin heeft het me aangezet tot wat extremer werk in feite. Veel van mijn strips zijn of worden ervaren als vrij expliciet in seksuele en gewelddadige zin. En dat komt denk ik omdat ik het meest geïnspireerd ben door de duistere kant van de mens. En het is juist datgene wat verborgen is en in de duisternis ligt. En dat is waar het eigenlijk om gaat, wat er onder het oppervlak ligt. Het zijn alleen maar lijntjes op papier, zoals Robert Crumb dat zegt. Dus ik begrijp niet waar mensen zich zo druk over maken. Sowieso een vrouwelijk perspectief, zonder dat het erg autobiografisch vrouwelijk is. Dus het gaat niet over menstruatiekrampjes en dat soort dingen. Maar het is wel duidelijk dat het gemaakt wordt door een vrouw, denk ik. Ik heb vaak vrouwelijke hoofdpersonen, spelen vaak thema's als zwangerschap of gevangenschap. Dat soort dingen zijn volgens mij toch niet de dingen waar mannen zich hoofdzakelijk mee bezighouden op die manier. Ik zou heel graag een expositie willen. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dat ik gewoon echt een hoeveelheid werk heb waar ik ontzettend tevreden over ben. Omdat in een gerenommeerde galerie of liever nog een museum tentoongesteld te krijgen. En als andere mensen niks in mijn werk zien, dan kan ik mezelf wel troosten met de gedachte dat Vincent van Gogh tijdens zijn leven ook maar één schilderij verkocht heeft.